Welkom bij Nieuwsweek, het gezamenlijk nieuwsoverzicht van RTV Rijnmond en Omroep West. Onder grote belangstelling is het beweegbare deel van spoorbrug De Hef weggetakeld. Het VAL gaat naar de Merwehaven voor groot onderhoud. Weinige mensen die een stoel bij zich heeft. Ja, zeker. Maar het moet ook wel. Ik kan niet de hele tijd blijven staan. Wat is er aan de hand? Ik heb een gekneusde knie. Wie komen hier nou op af? Ja, volgens mij vooral Rotterdammers. Ik zag net ook een stel Canadezen, maar die wonen hier. Dus ja, van alles. Maar vooral Rotterdammers. Het is de stad zonder gezwam. Ja, ik had ook naar jullie kunnen kijken, maar het was mooi weer. Ik denk, ik ga even persoonlijk kijken. Ik kom van mijn sluis, ik kijk regelmatig naar jullie. Ik ben Rotterdammer, ik ben in Schiedam geboren, maar ik ben nu Rotterdammer, vind ik zelf. En dan moet je wel meemaken wat er in de haven gebeurt. Nou ja, het is wel reinig. Kijk af en toe even verder lekker fietsen. Vandaag worden er ook tours gegeven op het eiland. Er komen net heel veel fietsers. En elke keer komen er nieuwe groepen en dan krijgen ze een tour over het hele eiland. Ja, en daar proberen we op in te spelen natuurlijk. We lopen wel binnen vandaag. Ja. Nou, zie ik volop mensen fotograferen. U heeft niks bij zich, hè? Ja, nog een oud cameraatje. Een rolletje erin. Ja, precies. Speciaal voor de actie Samen voor de Voedselbank heeft musicalster René van Koten een nummer opgenomen. De musicalster kreeg hulp van een kinderkoor. Al wisten niet alle zakkertjes wat een voedselbank precies is. Samen voor de Voedselbank. Ja, ik vind het vooral een hele mooie tekst. Nee, ik vind het een waanzinnig goed initiatief. En ik werd voelen beweerd om te vragen dat ze me vroegen of ik mee mocht doen. Dat wilde ik heel graag doen. En ja, mooi nummer. Samen. Krijgt u het nog uit uw hoofd? Nee, al weken niet, want hij is natuurlijk aan het oefenen. Dus we zitten thuis allemaal. Samen. Maar het is ook een goed initiatief. Dus ja, als het blijft hangen, blijft het bij iedereen hangen. Dit lied is gewoon een decorstuk voor de grote actie Samen voor de Voedselbank. In de hoop dat mensen hun ogen gaan openen. Dat ze nog meer over die drempel komen. En nog meer gaan geven. Samen voor de Voedselbank. Kan je eens vertellen wat een voedselbank precies is? Eigenlijk... Nee. Samen voor de Voedselbank. Het nieuwe zwembad in Papendrecht is open. Dat had eigenlijk 1 september moeten gebeuren, maar er zat een kink in de kabel. Er lieten een paar tegeltjes los. Hier was het oude zwembad aan de Lange Tientweg in Papendrecht. En een steenworp verderop wordt hard gewerkt aan het nieuwe buitenbad. Maar het sportcentrum met het nieuwe binnenbad, dat is klaar. En de eerste mensen gingen vanmorgen te water. Wij hebben vandaag onze eerste officiële open dag voor het publiek. En normaliter zijn wij op maandagmorgen altijd gesloten. Dus dat is voor het Papendrechtse volk is dat nog helemaal nieuw dat ze altijd terecht kunnen. Vanochtend heb ik de eerste 150 zwemmers al binnen gehad. Maar die komen om 7 uur tot 9 uur. En daarna is het wat rustiger geworden. Maar dan moet ze zijn plekje nog krijgen, denk ik, bij de mensen. En dan de allerbelangrijkste vraag natuurlijk. Blijven de tegeltjes zitten? Uiteraard. Nee, die zijn geweldig opgelost. En daar hoeft niemand meer zorgen om te maken. Hoe bevalt hij de eerste plons? Hartstikke goed, lekker nat. Prima. Wat is het verschil met het oude bad? Ja, het is veel dieper en breder en veel overzichtelijker alles. En veel lichter natuurlijk. Hè. Het is 7 licht om je heen. En blijven de tegeltjes zitten? Volgens mij wel. Ik heb nog geen losse tegel tegengekomen. Nee. Echt niet. Nee, ze blijven wel zitten nu, volgens mij wel. Ja, een klein schoonheidsfeitje dat ik wel ontdekt was een klein stukje van de tegelag. Maar ja, dat heb ik dan weer. Kom ik al zwemmen de eerste beste keer in het zwembad. Zwem ik er precies weer tegenaan. Dat is misschien een gelukstreffer geweest. Maar het is doorgegeven, dus het zal wel goed komen. In Voorschoten is een DJ-school van start gegaan om de jeugd op weg te helpen in de wereld van 124 beats per minuut. De DJ-school moet de terugloop van het aantal leerlingen bij muziekschool Woldhuis een halt toeroepen.
Een rustige zondagmiddag in Voorschoten. Lichtelijk verstoord door de klank van petanque. Maar de club heeft er nu achtergrondmuziek bij, want achter het paarse gordijn wordt er DJ-les gegeven. Deze? Ja, kijk. 325. En wat staat hier? Ook. Ja, oké, okay, dan is het goed. Kijk, als deze 128 was, dan zou je hem hiermee zou je hem verstellen. Snap je? Er wordt les gegeven aan de jeugd door de Creatures, de DJ's Timo en Demi. En volgens Timo hoef je niet per se muzikaal te zijn om een goede DJ te worden. Je moet alleen een beetje verstand hebben van de beats per minuut. Bijvoorbeeld, je hebt 128 beats per minuut en 125. En die moet je proberen gelijk te laten lopen. En dan kan je hem inmixen. En dat is het eigenlijk. Dus eigenlijk, iedereen kan het. Als je er maar tijd in steekt. Ik hou meer van rock, hardcore en hardstyle. Daar ben ik meer van. Kan je dat ook uit dit apparaat krijgen? Je kan hardstyle en hardcore krijgen. Dat klinkt wild met allemaal verschillende harde muziek. Het is een beetje door elkaar gemaakt en door een andere DJ gemengd. En maakt bij elkaar een liedje, maar dat met allemaal verschillende geluiden en hard. De eigenaar van de muziekschool is blij met het nieuwe initiatief. We zijn van 200 gekukeld naar 50 leerlingen in 2 jaar tijd. Dan zegt iedereen, Otto, je moet DJ-les gaan geven. Maar dat vind ik dus niks, want ik ben gitarist. Maar om een ander te helpen en het te organiseren. Dus ik vind het leuk om die jongens nu, Timo en Demi, die kansen te geven. Maar er is straks een cursus voor wat ouderen om DJ te worden. Oh ja? Ik zie me al dan springen. Nee, dat is niks voor mij. Ik ben net van mijn krukken af. De brandweer in de regio Rijnmond heeft een primeur. Als enig korps in Nederland zijn alle brandweerwagens uitgerust met een nieuw informatiesysteem, waardoor alle noodzakelijke informatie sneller bij de brandweermannen komt. Op de kazerne in IJsselmonde komt een melding van een brand binnen. Het is een oefening om het systeem te laten zien. Het personeel gaat direct na de melding naar de wagens. Nu al kunnen de brandweermannen heel snel alle meest actuele informatie krijgen. Dat was tot voor kort wel anders. Nou, dan werd er bijvoorbeeld als het bekend was welk gebouw het was. En daar was een bereikbaarheidskaart van getekend. Dan kon men dat opzoeken in een boek en dan werd precies aangegeven waar brandweerliften waren, waar eventueel het sleutelkluisje zat en alles zaken meer. Dat moest opgezocht worden terwijl je er naartoe reed in een boek. Ja, precies. Ja. Het gevaar van informatie in boekvorm hebben is dat niet alle laatste veranderingen direct voorhanden zijn. Daarom is nu overgestapt op dit nieuwe systeem. Alle informatie is nu digitaal en up-to-date in de brandweerwagens aanwezig. Wat ik nu opzoek is het gebouw zelf. Er wordt automatisch ingezoomd naar het gebouw. Daar kan ik verder alle bijzonderheden kan ik opzoeken. Brandweeringangen, bijzonderheden, gevaarlijke stoffen, dat soort dingen allemaal. Je hebt veel sneller je plaatje compleet. En daardoor kan je sneller en beter inzetten. Pas geleden een incidentje gehad met een tankwagen. Dat had dan een foto opgezocht. Dan heb je vast een beeld. Wat ook al met de tablets is een foto maken te plaatsen. Dus voor alle aanrijdende eenheden. Die hebben dan gelijk de informatie die wij te plaatsen al hebben. De rit naar het zwembad voor deze oefenmelding duurde 7 minuten. En leverde voldoende informatie op voor een goed aanvalsplan voor een brand. Het nieuwe systeem zal ook worden ingevoerd bij ambulances en bij de havendienst. Bij een glasbedrijf in Hardingsveld-Giessendam heeft vandaag een enorme brand gewoed. Het gaat om het bedrijf Nordenneglas. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. De metershoge vlammen zijn direct na het ontstaan van de brand in de wijde omgeving van Hardingsveld-Giessendam te zien. De rookwolk waait zo de snelweg A15 over. Die moet daarom in beide richtingen worden afgesloten. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten. Toch worden bij metingen van de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. De brandweer heeft voortdurend gemeten. Nou is het zo dat in rook altijd gevaarlijke stoffen zitten, maar de brandweer heeft geen gevaarlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen gemeten. Dus wat dat betreft valt het allemaal erg mee. En het belangrijkste is dat verder bij deze brand geen gewonden zijn gevallen. Er is alleen volop materiële schade. Het pand van glashandel van Nordenne wordt niet alleen voor het bedrijf zelf gebruikt. De eigenaar heeft er ook zo'n 80 oldtimers gestald. Er stond een privécollectie in het pand van de eigenaar Gerrit van Nordenne. Met de starten van een van die auto's is de brand ontstaan. Die is heel snel om zich heen geslagen. We hebben nog getracht om het verhaal te blussen zelf, maar er was gewoon geen helder aan. Dus vervolgens is de brand weer gebeld en eigenlijk binnen een uur, anderhalf uur, en je ziet het ook aan het pand.
ziet er gewoon niet goed uit op het moment. Naast Van Ordennen zijn ook alle bedrijven in de omgeving ontruimd. Het personeel is in de buurt opgevangen. Kijk, het pand zelf, dat moeten we als verloren beschouwen. Maar de buren, een houthandel is dat onder meer, die proberen we natuurlijk te beschermen tegen die vlammen in het pand van de glashandel. Nou, die brandweer is volop bezig om dat te voorkomen, dat die brand overslaat. Wat ik zeg, daar zijn ze volop mee bezig. De brandweer heeft het vuur redelijk snel onder controle, maar is nog uren bezig met nablussen. Rond 14:45 is de ergste rook weg en kan de snelweg weer open. Een mysterieus kunstwerk houdt Delft in zijn greep. Duizenden Delftenaren lopen er dagelijks langs, op de kruising van de Gasthuislaan en de Bastiaanspoort. Een paar vingers die uit het water verschijnen. Ik denk ontspruiting van de natuur. Volgens mij zijn het allemaal lange lullen die ergens uitsteken. Het blijft een gek verhaal. Al 20 jaar staat het kunstwerk hier, maar al die tijd lopen de Delftenaren met vraagtekens rond. Wat is toch dat ding op de Gasthuislaan? We hebben natuurlijk de gemeente Delft gebeld, maar die weten het ook niet. Sommige bewoners zijn ondertussen zelf maar verklaringen gaan bedenken. Oké, dit zou een wereldbol kunnen zijn en dit misschien een soort aliens of zo. Dit kunnen het begin zijn van de champignon, die ontkiemt. He? En dat is ook een grote champignon en zo. Ja, het is toevallig ook de herfst nou. He? Dus ja, het komt er goed uit. Ja, en verder. Ja, het is symbolisch. Dus het is eigenlijk één familie. Toch is het anonieme gevaarte inmiddels niet meer weg te denken uit de stad. Je denkt altijd, nou ja, dat is de stad waar ik woon. Weet je, als dat ding staat gewoon, hij zit er al zo lang. Het hoort er gewoon bij, want het staat er altijd. Het is een soort meubilair wat er, dat je tegenkomt. Je kan niet echt zien wat het nou uitbeeldt, maar toch intrigeert het. Het kunstwerk heeft ook geen naam. Maar mocht de kunstenaar ooit boven water komen, dan hebben deze Delftenaren nog wel een paar suggesties. De vreemdeling in Delft misschien? Ontsprongen. Ja, een naam. Ja, Jezus. De verdwaalde vingers. Ja, het lullenland. De grootste snurker van Nederland komt uit Wassenaar. Met 85 decibel laat de snurker iedereen achter zich. Het goede nieuws is dat hij een snurkbeugel won. Zijn gesnurk maakt meer kabaal dan een bladblazer en net iets minder hard dan een kettingzaag. De 44-jarige Romeo is officieel uitgeroepen tot grootste snurker van het land. Hilariteit en top natuurlijk van, die ligt snurken. Totdat ik dus naar mijn eigen filmpje terug heb gekeken. Ik denk, het is niet normaal. Dit kan niet. Het gaat om dit filmpje. Zijn vrouw stuurt het op naar de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland. En pardoes blijkt Romeo de luidste van het land. Voor de buren is dat niet echt nieuws. In de zomer lig je lekker in de tuin, lekker op het gras, zonnetje erop. Dan val je in slaap, heerlijk natuurlijk. Maar de buren die dan zeggen van, de heg is er al gesnoeid vorige week. Ben je wel klaar met gras maaien, want het duurt wel heel erg lang. Maar het snurken levert meer problemen op. Hilarisch, wat ik al eerder heb genoemd. Maar wel ernstig, je zou er maar naast liggen. Jouw vrouw doet op een gegeven moment gewoon oordopjes in. Zij hoort me nog steeds door de oordoppen heen. Het kan ook zijn dat ze oordop inhaakt, maar ja, dat ze door de eigen werk heen slaapt. Wat ook dus gebeurt, dat ze als ze een belangrijke afspraak heeft, dat ze in een andere kamer gaat slapen, met oordop in, en zelfs dan hoort ze het nog. Dus ja, hoe erg wil je het hebben? Maar het probleem is opgelost dankzij zijn prijs voor de grootste snurker van het land. Een snurkbeugel. Je klikt de beugel tegen je gehelmte. De stengel drukt de tong naar beneden en houdt op zijn plaats. Dus op het moment dat je ligt, dan blijft de tong op zijn plaats. Het is een openbaring wat er met me gebeurt. En ik voel me echt super fit. Simpele laatste vraag. Hoe heb je geslapen vannacht? Top. Echt top. Ja, echt top. De 70ste verjaardag van Gilles Deelder is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De nachtburgemeester van Rotterdam mag zich ook voor één dag dagburgemeester noemen. Met elkaar moeten wij deze stad nog hoger opstuwen in de vaart der volkeren. We zijn daar zelf wel een beetje, misschien met het naderen van de voltooiing van de stad, dat er een beetje, dat de dingen iets te groot worden misschien voor de menselijke maat.
Ik moet denken aan de markthal. Bijvoorbeeld die een beetje opgeblazen indruk maakt. Maar en ook dat, ja, wat mij wel dwars zit, is dat ding wat men naast Boijmans neer wil gaan zetten. Dat ook hoger is dan Boijmans zelf. Wat mij voor een dependance iets te hoog gegrepen lijkt. En dan is de vraag, moet je het dan niet omdraaien? Moet dan dat niet het museum worden en dan dat Boijmans als dependance een opslag geldt? Rotterdam gaat op grote schaal oude diesels weren. Daarmee moet de uitstoot van roet- en koolstofdeeltjes met 40% worden verminderd. Niet zozeer fijnstof, maar vooral de allerkleinste roetdeeltjes binnen dat fijnstof wil Rotterdam aanpakken. Luchtvervuiling zoals hier opgevangen langs de A13 bij Overschie. Ja, dit is ook wat je inademt. Niet in deze concentratie, want dit zijn natuurlijk stippen van meerdere dagen. Dat is een verzamelspot. Nou, kijk maar naar die ramen als je dat ziet. We vinden echt dat alle Rotterdammers recht hebben op schone lucht. Dus het is nodig om nu op korte termijn maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de lucht over de komende jaren met 40% verbetert. Zo ligt er een plan om in het noordelijk deel van Rotterdam alle oude dieselmotoren van vrachtwagens, bestelbus en personenauto's te weren. Tot opluchting van de bewoners langs de Schravendijkwal. Zij vragen al langer om maatregelen. We zijn erg blij dat de stad, dat de college niet meer komt. Maar het is een begin voor de oplossing. De oplossing ligt uiteindelijk in het terugdringen niet van alleen het vuile verkeer, maar het terugdringen van alle verkeer. Als je dat hier zo ziet, we hebben hier een fantastische zesbaan snelweg door de stad heen lopen. De uitstoot van al die auto's zorgt dat Rotterdammers 3 jaar korter leven. Naast plannen tegen dieselmotoren wil Rotterdam het fietsverkeer bevorderen, meer laadpalen voor elektrische auto's, het eigen gemeentelijk wagenpark aanpakken en de bevoorrading van winkels zonder schadelijke uitstoot. Het zijn forse maatregelen waar we de komende weken goed gaan overleggen met de Rotterdammers wat ze daarvan vinden. We zijn bereid om uiteraard kleine veranderingen daarin aan te brengen. Maar het belangrijkste is dat we die doelstelling, 40% gezondere lucht in Rotterdam de komende jaren, dat we die doelstelling overeind houden. De politie is sinds een tijdje met een speciaal hennepteam actief in Den Haag en dat lijkt een succes. Er is al voor 1 miljoen euro aan hennep in beslag genomen. Vooral rond het Zuiderpark en Laak is het raak. Het is vanmiddag weer raak. Een kleintje maar, zo'n 200 plantjes, maar alle beetjes helpen. Het hennepteam draait nu 2,5 maand en is blij verrast hoeveel mensen hennepkwekerijen melden. Of ze ruiken het, of verdacht gedrag bij de buren, buren die ze nooit zien, of die altijd 's avonds naar de woning toe komen en dan 10 minuten blijven en weer weggaan. Dat vinden mensen verdacht en terecht. En daardoor bellen ze eerder. Sinds begin september heeft het team 55 kwekerijen opgespoord. In 44 daarvan werd ook illegaal stroom afgetapt, dus gestolen. 10.000 planten zijn er alles bij elkaar geruimd. Goed voor, naar schatting, 1 miljoen euro. En de meldingen blijven binnenstromen. Ik vind dat mensen wel goed op de hoogte zijn wat de gevaren zijn van hennep. Niet iedereen natuurlijk, maar de meesten die beseffen wel, ja, als er een hennepkwekerij naast of boven je zit, dan is dat wel foutenboel. Het team komt inmiddels zo vaak in actie dat ze bijna een beetje gek worden van de vraag: wat zijn jullie aan het doen? Ja. Want naast agenten komen er ook mensen van de gemeente en het energiebedrijf mee. Dus ja, we zijn best wel met een groepje. En dat valt op. En mensen die kijken dan toch altijd vragend van ja, wat zijn jullie aan het doen? En we hebben nu van die henneptenten bij ons. Daar staat een heel groot wietblad op met een dikke rode streep erdoorheen. Die zetten we neer en dan is het eigenlijk gelijk wel vrij helder wat we daar aan het doen zijn. Nu het team 2,5 maand bezig is, zien ze een duidelijke trend. Wat wij in dit gebied wel merken, dit is natuurlijk heel erg bewoond, veel portiekwoningen, dat wij veel kwekerijen dus aantreffen altijd op de bovenste woonlaag, in een slaapkamertje, mensen met schulden, ja, eigenlijk de crisiskwekers. Dat is wel wat wij veel aantreffen. En dat betekent ook dat het probleem zich maar moeilijk laat oplossen. De ene kwekerij is nog niet leeggehaald of er staat alweer een ander in bloei. Dweilen met de kraan open. Zo voelt het soms wel. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is natuurlijk iedere hennepkwekerij die we weghalen, dat is er weer één. En dat er dan, als wij terugkomen aan het bureau, dat er weer 2 nieuwe meldingen bij komen. Ja, dat is voor ons natuurlijk alleen maar goed. Dit was Nieuwsweek, het gezamenlijk nieuwsoverzicht van RTV Rijnmond en Omroep West. Volgende week is er weer een Nieuwsweek.